SLM krijgt nieuwe mogelijkheden met het nieuwe vliegtuig. Een Boeing 737-800 dat vanmorgen in Suriname is aangekomen. Stephen Gonesh, waarnemend directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, zegt dat het bedrijf vele uitdagingen heeft gekend. Maar de mogelijkheden die daaruit zijn gekomen, heeft de SLM met beide handen aangegrepen. De leiding van de maatschappij is zich ervan bewust dat ze er nog niet zijn met dit nieuwe vliegtuig. Wat we wel zien en duidelijke tekenen van hebben is dat de SLM herstellende is. Het vertrouwen van het reizend publiek weer terugkomt. En dat is natuurlijk ook een proces. We weten allemaal wat we hebben meegemaakt in de achterliggende periode. Maar we willen niet lang blijven stilstaan bij die achterliggende periode. We willen juist kijken naar de toekomst. En de toekomst die biedt vele mogelijkheden. Maar het heeft ook vele challenges, brengt het met zich mee. En die gaan we gezamenlijk met verenigde krachten tegenaan. Ik mag u aangeven dat we de ondersteuning genieten van de overheid van Suriname. De regering die heeft getoond om de SLM die ondersteuning te bieden die wij nodig hebben en die wij ook al tijden hebben gevraagd. En daar heeft men dus positief op gereageerd. We zien nu langzaam de vruchten daarvan, dat die ook weer zichtbaar komen en dat we straks naar betere tijden kunnen gaan. Gonesh is het reizend publiek zeer erkentelijk voor de bijdrage aan het behoud van de SLM. Daarom is het bedrijf ook menens om meer mogelijkheden te creëren voor het reizend publiek. SLM bevindt zich nu in een fase van herstel. In 2023 zal de focus gelegd zijn op verder groei van de luchtvaartmaatschappij. Wij zijn ons zeker van bewust dat wij continu proces moeten blijven hanteren van kostenverlaging. Maar daarentegen ook doorgaan met het verbeteren van de service naar het reizend publiek toe. En dat betekent continue processen van verbetering intern. Maar ook kijken naar nieuwe mogelijkheden extern als het gaat om samenwerkingen. Maar ook als het gaat om de vloot die we binnenhalen, de vliegtuigen. Dat die constant moeten voldoen aan de aspiraties van het reizend publiek. Gonesh zegt dat er intern alles aan wordt gedaan om de dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Hij hoopt daarom dat het bedrijf de mensen die het vertrouwen in SLM hadden verloren, weer aan boord van hun vliegtuig kunnen krijgen. Op 3 januari 2023 zal de officiële inzegening van dit vliegtuig op de Johan Adolf Pengel luchthaven plaatsvinden.